Zonde van mijn tijd dit ook. Een hele goede morgen en welkom bij deze derde vlog Hallo. Van onze marathon. Hallo, goedemorgen. Bonjour. Dat is een goede smokker. Ja, de stofzuiger is ook weer. Is daar? Ja, die ligt weer daar achter. Ja. Lieven heeft goed uit te slapen. Ja. Tot 8:30 toen hoorden we op de slaapkamer deur. Ja. Toen zei hij bonjour. En je zou kloppen. Ja, toen ja. zei bonjour. Bonjour, dan kom zo we knuffelen het grote bed. Ja, we knuffelen altijd 's ochtends in het grote bed als we wakker worden. Dat vind ik heel leuk. De beste start van de dag. Ja, dit is dus havermout. Gewoon mijn basis havermout, zeg maar. Maar dan niet met het bevroren fruit, maar met nectarines erin. En een kopje warm water met citroen en honing, zoals jullie al in de vorige video konden zien. En ja, dat is ons ontbijt van vandaag. Zeg maar heerlijk. Heerlijk, mama. Heerlijk, mama. We zien boeken en een fijne dag. Ik heb het zo. Doei. Ah, ja, Lucilla, mijn kusje. Goed zo. Ik kreeg trouwens wat vragen onder de video's van het citroensap drinken. Of dat niet slecht is voor je tanden. Omdat als je dat heel vaak drinkt, zeg maar, kun je het beste dan ook een rietje gebruiken in je glas. Om zo dus het citroensap meteen in je mond te laten gaan. Dat het niet iedere keer over je tanden heen gaat. Dus als je heel vaak citroensap drinkt, kun je er ook een rietje in doen. Nou, welkom weer in deze vlog dag nummer 3 dus. Ik heb nu ook weer papa time met mijn lieve kindertjes. Hey, kindertjes, zeg eens even hallo. Johan, waar gaan we heen? Naar opa en oma. Ja, als ik hem dan zo vraag tijdens deze papa dag, wat wil je gaan doen? Naar opa en oma. Dus we gaan nu eerst even naar oude oma knuffeltjes brengen. Nee, ik zal opa en oma daarna naar opa en oma toe knuffelen en spelen in de achtertuin. Ja? Is opa en oma toe? Oh, mis je opa en oma nu alweer? Ja. Is straks je oude oma. Oh, straks oude oma? Ja. Oh, wat vind jij ervan, Lucilla? Nou, Lucilla denkt eerst oude oma en dan lunchen bij opa en oma. Ik denk dat we dat eerst gaan doen. Hè? Nou, dat wil je doen. Kijk gezellig bij mij in deze papa time videobeeldjes van onze vlogmarathon dag nummer 3. Nou, hier zijn we dan vlak tegenover ons huis. Daar wonen wij. Ja, en hier woont dus mijn lieve oude oma Etsy. Dat is de moeder van mijn moeder. Hier gaan we eerst even knuffeltjes brengen. Nee, en ik ben benieuwd hoe het met haar is. Met deze hitte. Papa. Zo. En daarom. Nou, daar zijn we dan, hè. Hallo, gewoon zwaaien in de spiegel. Nu, daar zijn we dan. Mijn lieve oma. Hallo oma. Riet. Hallo oma Siska. Hallo oma's. Alles bij. Alles goed met jullie? Ja? Gezellig, hè? We gaan wendeltepels eten, man. Altijd gezellig hier bij opa. Hallo oma's. Zullen we die keuze naar oma van, oh, jij bent dus mijn oude oma. Hallo, schatje. Ja, daar zijn we weer. En ik zit weer voor de camera. En Daniel is weer met Luan en Lucilla eventjes naar opa en oma volgens mij. Of naar oude oma toe. En ik ga hier voor jullie zometeen dit opnemen. Want ik heb namelijk iets gemaakt voor jullie. Kijk. Wat is dit nou? Nou, dit is een iets heel gaafs. Oh, zal ik het zeggen? Ik ga het wel zeggen. Ik krijg zo vaak de vraag, Farah, hoe is het jou gelukt om weer in jouw bikini te kunnen? Nou, ik heb daar dus mijn hele secret plan op uitgeschreven. En ik heb dus een hele gave 3-daagse bikinikuur voor gemaakt. Waarin ik jou help en leer weer in jouw bikini te durven en te gaan. En dan ben ik nu video's voor aan het opnemen. Want ik heb daar dus een heel ding. Dit heeft 15 pagina's of zo. Heb ik uitgeschreven met een voedingspatroon en oefeningen en mindset oefeningen, visualisaties. En je kunt het hier wel een beetje zien.
Kijk. En ja, ik ben daar ook video's van het opnemen, want er zitten ook weer video's bij. En dit is gewoon heel gaaf. Dus ik ga hier snel mee verder, want ik kijk even op de klok. Het is 12 uur. Ik heb nog een uurtje, anderhalf uurtje denk ik. En ik ga snel deze video's opnemen. Daar heb ik alle spullen al klaargelegd die ik in de video's allemaal laat zien. Maar ze zijn aan het boren. Hoor. De buren zijn aan het boren. Dus het is heel irritant. Dus dan zit ik vaak een beetje zo hier te wachten. Tot ze klaar zijn met boren. Zonde van mijn tijd, dit ook. Maar ja, tussen de stiltes door probeer ik dus te filmen. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken vandaag. Ik denk dat ik eerst even mijn tussendoortje ga eten of zo. Misschien zijn ze straks klaar. Dat is zo lekker irritant, hè? Maar ja, niks aan te doen. Ik ga even een tussendoortje eten, denk ik. Even denken, wat ga ik eten? Oh ja, dit is zo lekker, hè? Ik had dit laatst gekocht trouwens bij de tuinen, deze koekjes. Maar ze hebben dus ook bij de Albert Heijn, hebben ze deze dus ook. Dus ik neem even als tussendoortje. Dit zijn sesamkoekjes, voor degene die niet weet wat het is. Sesamkoekjes, echt heel erg lekker. En ik denk even lekker groene thee ga drinken. Nou, ik heb mijn kopje thee daar. En mijn tussendoortjes. Ze zijn weer stil, dus ik ga even snel filmen. Oh, het is nu, even kijken. 2:15. Ik heb superveel gedaan. Ik heb echt heel veel video's opgenomen voor degene die straks mijn bikinikuur willen gaan volgen. En ik heb mijn sportoutfit aan. Kijk. Want ik heb net ook een sportvideo opgenomen. Een sportles eigenlijk. Voor je in je lichaam in shape te brengen voor je bikinikuur. En vooral je weer strak in je bikini te kunnen. En je ziet dat ik ben best bezweet. Dus het was best wel een pittige training. Maar ik ga even lekker mijn water drinken. Doei doei. Ik heb trouwens echt goede buikspieroefeningen gedaan. Kijk maar naar mijn buik. Mijn shirtje is bezweet. Bij mijn buik. Ja. Ik hier ook. Dus het werkt echt. Tijd voor mijn tussendoortje en ik ben even een nectarine aan het eten. En ondertussen ben ik aan het monteren weer. Want ik moet een video even online zetten op tijd voor de winactie. En ik zag dat ik tot 22 juli niks meer had ingepland. Dus dan is het weer even tijd om een nieuwe video voor jullie te monteren. En ik ben nu dus een winactie aan het monteren voor jullie. Omdat we natuurlijk 5000 abonnees hebben behaald op ons YouTube kanaal. Waar we echt super dankbaar voor zijn. Dus nogmaals, dankjewel iedereen. Voordat jullie abonneren op ons YouTube kanaal en ons volgen natuurlijk. Maar daarvoor ben ik dus nu een winactie aan het opzetten. En ik weet niet op het moment dat deze video online komt. Ik weet niet of die dan nog open is. Tot 1 augustus is deze winactie open. Dus mocht het nog geen 1 augustus zijn. Doe dan snel nog even mee met de winactie. Ga dan even naar de video toe. Die heet 5000 abonnees / winactie. En dan kan je meedoen met de winactie. Ja, je ziet hoe je mee moet doen met die winactie als je even die video bekijkt. Dus dat is dat. En ik ga nu eventjes lekker mijn nectarientje eten. En Daniel is trouwens nog steeds weg met de kinderen. Die is bij opa en oma nog. En die komen zo meteen naar huis. Want Lucilla die had borstvoeding nodig. En aangezien borstvoeding daar is, moet hij even naar huis komen. Maar dat is ook niet erg, want het is inmiddels alweer 4 uur. Dus ik moet zo meteen ook gaan eten koken. Nou, heerlijk. Slaap. Eten. Luan vond het zo leuk bij opa en oma dat hij nog langer wou blijven spelen. En ik moest nog even werken. Dus ik dacht, nou, laat Luan dan maar leuk bij opa en oma. En dan ga ik eventjes nog naar Lucilla wandelen. En Farloes valt hier weer lekker van slaap. Dus we vermaken ons wel. Wat is nu eerlijk? Het uitzicht is toch prachtig? Misschien een kleine schattenpatatje is weer thuis. Ja. Hebben jullie gemist? Ja.
En Luan is nog even bij opa en oma spelen. Die wordt straks thuisgebracht. En het is nu inmiddels al 5:50. Ik ben nu pas klaar. Ik ben echt de hele dag bezig geweest met video's maken en monteren. En van alles. Dus ik ben best wel een beetje gaar nu. Dus ik denk dat ik even snel... We hadden nog een salade over van gisteren. Die maaltijd salade hadden we nog over. Dus ik denk dat ik dat even... Dat we dat gaan eten. En Luan die eet het bij opa en oma. Dus laten we bij deze even lekker de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog van... Vlogmarathon nummer 3, volgens mij. En dankjewel voor het kijken. Doe de duimpjes omhoog op de video als je het een leuke vlog vond. En ik zie je morgen in nummer 4 van deze vlogmarathon. Doei doei! En bij onze gemeente hebben ze ook een bibliotheek met allemaal Bijbelse boeken en dvd's. En hier gaan we even wat boekjes van Luan uitzoeken. En zelf kan ik me ook altijd goed vermaken bij de dvd's. Er zijn allemaal helemaal leuke documentaires en cursussen en zo. En ook films die gaan over de Bijbelverhalen. En dat vind ik altijd super interessant.